Leuk dat je alweer kijkt naar een nieuwe aflevering van Planet Zone TV. Ik ben Daphne en ik ben vandaag bij het AFAL Circus Theater in Scheveningen. Bij de première van de nieuwe Nederlandse speelfilm Smoor Verliefd. Een fikse sterrenkast is te zien in deze film. Zoals Suzanne Visser, Anna Drijver en Johnny de Mol. Die zijn allemaal te zien in deze film. Er komen hier zometeen een hoop BN'ers over de rode loper. En ik ga ze eens aan de tand voelen of zij wel eens flink smoor verliefd zijn geweest. Ik kan niet leven zonder Claire. Ze geeft me structuur, begrijp je dat? Een vijandige baarmoeder? Maar hoe kan ik nou ooit nog zwanger worden? Gewoon blijven proberen. Ik heb heel veel overgehouden aan Bart. Ja, herpes. Wat is eigenlijk je grootste blunder tijdens een date? Een grote blunder. Ik heb nooit echt blunders, weet je. Want je moet gewoon lekker gewoon, je moet gewoon doen. Gewoon lekker daten. Maar nooit een keer iets gehad tijdens een date dat je dacht, oh nee, wat zei ik daar nou? Oh, ik heb het helemaal verpest. Nee, ik heb dat nooit echt gehad. En nou, deze film die draait natuurlijk helemaal om de liefde. En wat heb jij ooit een blunder gehad tijdens een date? Nee, ik heb eigenlijk nooit zo heel erg veel gedate. Nee? Nee, daar ben ik veel te verlegen voor, denk ik. Misschien een keer aan het begin van een relatie dat je iets deed of zei dat je dacht, oh nee, wat heb ik nou gedaan? Nou, niet dat ik me zo op dit moment kan heugen zo snel, maar vast wel. Nou, dan moet je me nog maar een keer stellen, deze vraag. Hallo. Nou, deze film die draait natuurlijk helemaal om de liefde. En ik heb al begrepen dat het bij jou helemaal goed zit met de liefde. Ja, met mij gaat het heel erg goed met de liefde, ja. En toen je nog een beetje aan het daten was met haar, hoe ging dat toen? Heb je ook blunders gemaakt toen? Ik maak heel veel blunders in de liefde. Zoveel zelfs dat het meer normaal is. En dat mensen of meisjes het vaak schattig vinden. Tenminste, daar doe ik het voor. En kan je een voorbeeld noemen? Ik ben in ieder geval gewoon heel onhandig. Laat zo zeggen dat het bij een afspraakje meer gebeurt dat ik iemand in haar gezicht sla dan dat ik echt mijn arm goed om me heen krijg. En dan lach ik maar heel gênant en hoop ik dat zij het ook leuk vindt. Precies, dan maak je er maar een grapje van eigenlijk. Ja, en als zij dat niet leuk vindt, dan hoort ze niet bij me. Dat is een hele goede conclusie inderdaad. Wat verwacht je van de film? Ik denk dat het romantisch wordt. Denk je dat? Ja, misschien wel, ja. Ik hoop dat het romantisch wordt, anders zou de titel een beetje misleidend zijn. Hou je een beetje van romantische films? Als mijn vriendin erbij is wel, maar in mijn eentje vind ik het weer een beetje gek om naar te kijken. U bent natuurlijk de man van de top 40, maar er waren eerst plannen om ook top 40 op tv te brengen, toch? Die zijn er nog steeds, daar zijn we druk mee bezig. Druk mee bezig. En staat er al een planning voor wanneer dat gaat gebeuren? Nog niet helemaal vast, maar we zijn zoals gezegd druk in onderhandeling met allerlei partijen. Dus dat gaat wel degelijk gebeuren. Nou, dat is leuk. Dan ben ik zeer benieuwd. Nou, deze film draait natuurlijk helemaal om de liefde. En als je kijkt naar toen je nog aan het daten was. Heb je toen ooit wel eens een flinke blunder gemaakt? Meerdere. Ja hoor, zeker. Zonder vallen en opstaan zul je de ware liefde toch niet zo gauw vinden, hoor, denk ik. Dat is absoluut waar. En heb je een voorbeeld? Wat heb ik allemaal voor blunders gemaakt? Eigenlijk alles wat je wel kan bedenken. De verkeerde kleren aan, de verkeerde vragen stellen. Dingen van tafel gooien. Oh ja, alles, af en dat soort onhandige dingen. Nou, dat gebeurt dan allemaal in de blinde verliefdheid. Ja. Toen ik met mijn vrouw voor het eerst uit eten ging, toen gingen we Japans eten. Dat had ze nog nooit gedaan. Had ze zich heel mooi aangekleed, maar toen moest ze zo'n schortje voor bij zo'n teppanyaki. Vond ze niet zo leuk. Was niet echt romantisch. Nee, dat snap ik. Maar ze is er overheen gekomen. Dus. Ik zie het. Helemaal goed. En? Zie ik eruit om verliefd op te worden? Hey. Hoi. Ben je nou aan het werk? Hey. Seks? Ja, ik weet niet hoor. Ik vind het allemaal een beetje overdreven. Doen jullie het alleen maar om zwanger te worden? Ja. Waarvoor anders? Hallo? Je hebt natuurlijk een grote rol gespeeld in de co-assistent. En met welke projecten ben je momenteel allemaal bezig? Ik ben nu aan het filmen voor Heer en Meester. Dat is een nieuwe serie voor Omroep Max. Het komt in januari op televisie en dat is samen met Daan Schuurmans. En ikzelf, een soort een detective serie is het. En we zijn aan het draaien. Dus. En wanneer komt het op tv, denk ik? Eind januari komt het op televisie. Oké, dus nu midden in de draaiperiode. Ja, ik ben nu lekker aan het filmen, ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, even over de liefde, want de film die draait natuurlijk om de liefde. Ben jij momenteel smoorverliefd?
Ik ben smoor verliefd, ja. Ik ben net getrouwd, dus... Kijk eens aan, nou dat is helemaal mooi. Maar toen je net de gelukkige leerde kennen, toen in de datingfase, heb je toen wel eens een blunder begaan dat je dacht, oh wat heb ik nou toch gedaan? Dan moet ik even goed nadenken. Nee, eigenlijk vond ik deze manier zo leuk dat ik heel erg goed heb opgelet. Nee, niet dat ik me kan herinneren. Misschien kom ik, zodra ik doorloop, denk ik, oh ja, natuurlijk, dat was heel gênant. Dat had ik heel leuk kunnen vertellen, maar ik kan nu niks bedenken. Heb je zin in vanavond? Ja, heel erg veel zin in. Benieuwd naar de film? Nou, ik heb de film eigenlijk al gezien, maar ik ben wel heel erg benieuwd naar de reacties. En wat vond je zelf van het eindresultaat? Ik ben heel erg blij. Ja, ja, mooi zo. Nou, de film draait natuurlijk om de liefde. En ben jij momenteel zelf ook smoorverliefd? Ja, ja. En toen dat nog een beetje pril was, oftewel in de datingfase, heb je toen blunders gemaakt of dingen gezegd waarvan je dacht, oh, heb ik dat nou echt gedaan? Ja, ongetwijfeld, maar zoveel dat ik heb niet echt één voorbeeld, want als ik iemand heel erg leuk vind, dan, en dat heb ik nu ook een beetje, dan ga ik heel snel praten en dan stotter ik ook een beetje en dan ga ik heel raar bewegen en zo. Dus ik denk dat dat aan de ene kant charmant is, maar misschien ook best wel gênant. Ja, dat is waar, maar... Ongetwijfeld drinken over de tafel gegooid en mijn stoel laten vallen en zelf over mijn jurk gestruikeld. Dat heb ik allemaal al meegemaakt. Ja, dat doe je allemaal als je verliefd bent. Ja, het is heel jammer. Het is eigenlijk niet zo goed bedacht van de natuur dat je juist op dat moment zo klungelig wordt. Precies, want dan moet je eigenlijk op je best zijn en dan ineens gaat er van alles mis. Ja, je bent dan bezig om iemand te veroveren en vaak lukt dat eigenlijk niet zo goed. Nou, je bent vooral schrijver natuurlijk. En nu heb je weer zo'n grote rol in zo'n prachtige speelfilm. Hoe was dat voor jou? Nou, het is heel anders dan een boek schrijven. Ja, ik was het weer een beetje vergeten hoe het was. Maar ja, het is net als met fietsen. Dus het komt langzamerhand terug. Dus in het begin van de film ben ik heel slecht. En dan langzamerhand dan wordt het steeds beter. Ja, en, maar het is wel goed bevallen om weer lekker op de set te staan en weer bezig te zijn. Ja, ik had hele leuke collega's natuurlijk. En een leuke regisseuse. Ja, allemaal vrouwen. Het is een vrouwenfilm natuurlijk. Allemaal vrouwen, inderdaad. Dus ik voelde mij heel erg op mijn plek. Nou, jij hebt de rol van Jim in de film. De nieuwe liefde van Anne Drijver, om het zo maar te noemen, Barbara. Hoe was deze draaiperiode voor jou? Het was vooral heel erg ontspannen en heel erg leuk. En op het moment dat we moesten draaien, heel serieus. En herken je elementen of gedrag, het gedrag van Jim ook naar jezelf? Nee, was ik maar zo... had ik maar zoveel lef. Had je maar zoveel lef. Om een vrouw af te stappen bedoel je? Nee, dat heb ik nooit zo gedaan echt. Nee. Nee. Hoe zou je mij noemen? In één woord? Eén woord. Yummy. Yummy. Vanaf nu bepaal ik zelf wat er gebeurt met de mannen. Wie? Wat? Waar? Wanneer? Yes! Nou, deze film draait natuurlijk om de liefde. En zijn jullie momenteel smoorverliefd? Ja, zeker wel. Jazeker. En toen jullie nog aan het daten waren, hebben jullie toen blunders begaan of dingen gezegd waarvan je dacht, oh nee, nu heb ik het verpest? Oh. Nou... Ja, wat je dan wel eens meemaakt. Dan let je hoe je eet, bijvoorbeeld. Als je dat hamburgertje naar binnen werkt, dan denk je, ja, ik mag niet knoeien. Klein plekje. Oh, klein plekje. Ja, dat wil je dan dus niet, hè? Onze eerste date, vind je dat niet kunnen? Je wil niet knoeien. Dus dan let je goed op wat je eet. En hoe je eet vooral. Dat is over blunders gesproken. Over blunders gesproken, inderdaad. En verderop in de relatie dat je er wel eens dingen hebt gedaan uit liefde, terwijl je zelf dacht van, huh? Ik dacht dat ik dit nooit zou doen, maar voor haar doe ik dat. Ja, midden in de nacht opstaan en toch even iemand van een station ergens ophalen, dat vind ik wel getuige van pure liefde. Weet je niet? Nee, heb je dat gedaan? En voor de rest ben ik ontzettend benieuwd naar de film, vooral naar... je bent natuurlijk heel lang Kate geweest en in juni ben je daar mee gestopt. Ja, klopt. Ja. En nu ga je de theaters in, hoorde ik. Ik ben de theaters al in geweest. Ja, ik heb twee hele mooie rollen mogen spelen in één jaar tijd. In Wicked en in Little Mermaid. En de Mermaid is nou afgelopen, dus ik ben nu eventjes... Even rust. En wat ligt er verder op de plank?
Ik ga even kijken of ik weer wat met muziek kan gaan doen. Maar ik laat het eerst even allemaal een klein beetje bezinken. Want ik heb het zo druk gehad en moet echt even weer vinden wie ik ben en wat ik allemaal leuk vind om te doen. Weet je? Dat is ook heel belangrijk, inderdaad. En als je even terugkijkt naar toen je hebt gedate. Het kan vroeger zijn, het kan kort geleden zijn. Heb je wel eens blunders gemaakt dat je denkt van nou, wat heb ik nou toch gedaan of gezegd? Nu heb ik het verpest. Blunders? Probeer ik dat zo snel mogelijk te vergeten. Dus nee, ik ben best wel oké. Ik ben best wel rustig, denk ik. Dus geen dingen van tafel gooien of iemand per ongeluk. Allemaal mee, denk ik. Je hebt natuurlijk alle twee de versies van S'more Verliefd gemaakt. Hoe was het nu anders in het Nederlands vergeleken met het Belgische? Nederland is een stuk minder sprookjesachtig. Jullie geloven niet zo in sprookjes en dromen. Jullie zijn veel meer down to earth. Veel botter is niet het woord, maar directer, realistisch. Down to earth is echt het woord. En dat is de film ook meer geworden. En dat is heel leuk ook. Daardoor is het een andere film. Het zou ook helemaal niet leuk zijn om dezelfde film te maken. Dat is absoluut waar. Dus twee totaal verschillende versies zijn het eigenlijk geworden. Ja, het is wel hetzelfde verhaal, maar het is echt heel anders. Dus ja. De cultuur is anders, de humor is anders, de acteurs zijn anders. Dus ja, automatisch is je film anders. En de draaiperiode was leuk? Heel leuk. Fantastische mensen om mee te werken. De film gaat natuurlijk over verliefd zijn, overduidelijk. Maar als je terugkijkt naar een datingperiode, dat jij aan het daten was. Heb je toen wel eens een blunder gemaakt dat je dacht, oh nee, wat heb ik nou toch gedaan? Mijn personage Judith in de film die is heel veel aan het daten en die gaat ook allemaal blind dates doen en zo. En dat was heel erg leuk om te spelen, want dat heb ik zelf nooit gedaan. Ik kom gewoon iemand tegen en die vind ik dan leuk en die ga ik dan leren kennen. Dus eigenlijk heel old school. Dus zelf geen gekke dingen meegemaakt, maar voor de film mocht je lekker uitleven. Maar voor de film heb ik heel veel gekke dingen meegemaakt, dus daarom is het ook zo leuk. Oh, kut. Ik ben Jim. Barbara Miller. Die met die witte tas. Die is echt schattig. Mam. Je bent 23 jaar. Je hoort de stad in te gaan en te feesten en te sloeren. Zullen wij vrijen? Ik denk dat het moet van de kosmos. Ik denk dat ik een affaire heb. Wat? Ik snap waar jij het altijd over hebt. Het was alsof ik flauw viel. Dit is dus een orgasme. Ik wil er meer van. Veel meer. Soms zijn dingen echt voorbij. Gaat het? Allereerst, wat vond je van de film? Ik heb een traantje gelaten. Op welk moment? Dat is een hele eerlijke emotie. Dus aan het eind, dat ze uiteindelijk gewoon toch weer elkaar vinden. Dat vind ik gewoon altijd heel erg mooi. Weet je, dat gaat in essentie altijd over. Dat je soms heel slecht communiceert met elkaar. Maar dan uiteindelijk erachter komt dat je het gewoon heel fijn hebt met elkaar. Dat je dat moet koesteren. En daar gewoon aan moet blijven werken. Dus ik was diep geraakt. Nou kijk, dat is helemaal mooi. En de blunders die zijn gemaakt in deze film. Dus dingen dat er van tafel worden gegooid en andere dingen. Heb jij dat soortgelijke dingen eigenlijk ook meegemaakt? Oh, ik heb genoeg blunders meegemaakt. Echt waar. Heel vaak op het verkeerde adres gezeten. Dan zat ik in een café op iemand te wachten. En dan had je nog geen mobiel. Dus ik dacht, ja, waar blijf ik nou? Gewoon boos naar huis gegaan. Toen bleek de ander dus twee cafés verderop te zitten. Dat is me heel vaak overkomen. Ja, en daarnaast ook wel gewoon te hard te willen gaan in de liefde. Weet je wel, dat je met rozenblaadjes bezig bent en kaarsen en wapperende gordijnen en zo. Terwijl je elkaar twee dagen kent. Dus dat is niet echt een optie. Nee, dat is misschien iets te hard van stapel inderdaad. Ja. Ja. Oh, nou dankjewel. Ik ben blij dat je me vertelt. Een beetje. In plaats van na twee dagen... Nee hoor, maar dat is gewoon zo. Maar je wilt gewoon graag goed doen heel vaak in de liefde. En dan ga je wel eens vaak te hard. Ik ken het, ja. En dan ga je soms allemaal hele gekke dingen doen waarvan je dacht, deed ik dat? Waarom? Ja, echt hè. Heb jij eigenlijk een goede versiertruc? Heb je tips? Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je iemand verovert, maar niet op een duidelijke manier. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je iemand gewoon aankijkt. Dat je luistert en niet te veel over jezelf spreekt. Weet je, gewoon een beetje je best doen, maar ook weer niet te veel. Een beetje een compromis eigenlijk. Gewoon lekker flirten. We moeten gewoon veel meer flirten in Nederland. Is gewoon leuk. Ben ik met je eens. De definitie met iemand te zijn waar je dan uiteindelijk het bed mee in wil duiken. Maar gewoon eens elkaar een complimentje geven. Gewoon eens een knipoog geven. Dan wordt het leven een stuk spannender. Ben ik helemaal met je eens.
Nou, ze hebben net de film gezien, Smoor Verliefd. Ja. En jij bent zelf ook regisseur. Jij hebt onder andere App geregisseerd. En dan kijk je toch met een andere blik, denk ik. Wat vond jij ervan? Ik vond hem heel leuk. Ik vond vooral de humor vond ik heel leuk. Er staat echt hele originele en best wel ruwe en harde grappen in. En dat vond ik heel leuk. En het sowieso gewoon zeg maar een romantische komedie, lekker wegzwijmelen. Maar ik vond vooral de humor heel verrassend erin zitten. En heb je een favoriete scène? Ja, ik vond de scène waar Anne Raatsveld, ja ik weet niet of ik dat mag verklappen, maar de scène waar Anne Raatsveld vertelt dat ze eigenlijk op Johnny verliefd is, die raakte me ook echt wel. Ja, dat was heel mooi inderdaad. En ik hoorde net van Mike de Boer dat hij een traantje had gelaten bij het einde. Was dat bij jou ook zo? Nee, ik heb helaas niet gehuild aan het einde, maar het kwam wel allemaal weer goed. Alle lijntjes kwamen samen in het verhaal. Dus het was gewoon een hele fijne feel-good movie. Inderdaad, een feel-good movie. En wat voor projecten ben jij momenteel verder mee bezig? Ik heb net een televisiefilm achter de rug, Roffa, voor de VARA. En op dit moment produceer ik ook een romantische komedie. Hartenstraat van Sanne Vogel, die dat regisseert. En die komt volgend jaar ergens in de bioscoop. En ik zelf heb nu een stuk of 5 speelfilmprojecten in ontwikkeling. Maar het is nog even wachten wie er geld krijgt en welke er doorgaat. Dus ik kan nog niet concreet zeggen van nou dat wordt het volgende wat we gaan doen. Alle filmfondsen in gesprek en noem maar op. Het is een drama in Nederland. Het is een drama. Maar nee, daar gaat denk ik best wel snel weer wat komen. Maar het is... Ik durf nog niet mijn kruid te verschieten door te zeggen van nou dat wordt het eerste of dat wordt het eerste. Maar er loopt heel veel. En ik hoop gewoon volgend jaar weer een volgende speelfilm te maken. Komt er eigenlijk nog een vervolg op App? Dat hangt er een beetje vanaf. Hij gaat nu naar het buitenland toe. Hij gaat in verschillende landen gaat hij uit. Waaronder China en Rusland. En het is een beetje afhankelijk van hoe hij het daar gaat doen. Hij gaat ook naar Amerika toe. Afhankelijk van hoe het daar gaat, gaan we kijken of het zin heeft om een remake te maken. Het lijkt mij ontzettend leuk en het verhaal leent zich ervoor. Maar we wachten even af wat het in het buitenland gaat doen. Want het kost natuurlijk ook centjes, zo'n film maken. Maar als dat goed gaat, dan hoop ik dat er een deel 2 komt. Nou, dat hoop ik ook, want het was inderdaad zoiets nieuws. Iets wat nog nooit eerder vertoond was in de Nederlandse filmwereld. Dus ik hoop zeker dat je erop voor kunt beduren. Dankjewel, dankjewel. Nou, de première is net geweest. Heb je al reacties gehad? Ja, ik vond... Mijn ouders vonden het heel leuk. Wat heel fijn is, want er zitten ook een paar liefdescènes in. Dat is toch heel gênant. Dan denk ik toch, oh, mijn broer vindt het echt... Niet cool natuurlijk, weet je wel, is toch je zusje. Dus, maar ze vonden het heel leuk en dat vind ik echt een super leuk compliment om te horen. Ja. En nu afwachten wat de recensies allemaal gaan zeggen. Nou, recensies. Ik denk dat dit gewoon een film is voor het publiek. En ik denk niet dat dit 5 sterren en daar gaat het maar niet echt om. Het gaat gewoon om dat je een hele leuke avond hebt. Dus daar reken ik gewoon op, dat mensen het leuk vinden, ja. Nou, dat gaat denk ik zeker goed komen, want ik vond het ook echt inderdaad een heerlijke film. En ik hoorde al van meerdere mensen dat ze bij het einde ook een traantje weggepinkt hebben. Dus tot nu toe alleen maar goede verhalen. Maar ik wou ook nog vragen van, ja, deze film draait helemaal om de liefde. Heb jij echt een versiertruc, of niet? Nee, ik heb niet echt een versiertruc, nee. Ik ben vrij klunzig daarin. Nee, ik heb niet echt. Heb ik iemand opgepikt uit het café. Het waren altijd mensen die ik al langer kende waar ik iets mee gehad heb. Dus nee, gewoon iemand. Nee, alles wat ik zeg denk ik nee. Ik zou zeggen lang aankijken, maar dan lijk je ook een gekkie. Dus dat zou ik niet doen, nee. En dan nu met Benja, heb jij hem veroverd of heeft hij jou veroverd? Nou, de eerste keer wilde ik hem veroveren, maar toen wilde hij me niet. Dat was allemaal heel gênant. En toen een jaar later moest hij mij weer veroveren, ja. Kijk, en nu is het helemaal goed. Smoor verliefd. Ja, Smoor verliefd. Ik heb haar behandeld zoals iedereen. Je had ze niet moeten behandelen zoals iedereen. Je had ze moeten behandelen als je dochter. Ken je het gevoel dat je één ongelooflijke kans krijgt die je de rest van je leven nooit meer zult krijgen? Ben je met het trouwen? Oh, mannen, echt hopeloos.
dat was het dan. De première van Smoorverliefd. Het is echt een heerlijke film geworden. Ga hem vooral bekijken in de bioscopen. Hij is vanaf aankomende donderdag in de bioscoop. Nou, hier gaat het feestje nog wel even door. Wij gaan er vandoor. Wij moeten de trein nog pakken. Tot de volgende keer bij Planet Zone.